Mijn naam is Maarten van der Weijden. Ik heb een Olympisch gouden medaille gewonnen in het open water zwemmen. En ja, sinds toen, maar ook daarvoor al, enorm fan van open water zwemmen, want het is een leuke sport. Waarom is het zo'n bijzondere sport? Het is een heel strategisch spel met achterlokken aanzwemmen, demareren, een soort van wielerpeloton en dan in het water. En juist dat strategische spelletje, dat is zo bijzonder. En wat ik jammer vind, als ik nu naar de tv kijk en Sharon en Ferry op het WK zilveren medailles zie halen, en dan krijg ik zo weinig van die sport mee. Want ik zie een hele groep zwemmers en ik snap het niet en ik zie het niet. Wat ik heel graag zou willen is dat als tv-kijker dat open waterspelletje zichtbaar wordt. En dat doe je volgens mij door veel beter camerawerk, door drones, door GoPro's misschien wel. Doordat het veel zichtbaarder wordt, zodat je de cruciale momenten in de wedstrijd, dat die ook voor de tv-kijker thuis duidelijk zijn. En wat zou het mooi zijn als straks volgend jaar in Rio de Janeiro, als Ferry en Sharon hele mooie podiumplekken gaan halen, misschien wel die gouden medaille, als wij in Nederland het allemaal kunnen meemaken en dat spelletje snappen en daar van heel dichtbij bij zijn.